Deze beschouwing. Die gaat over. seksen, dus geslacht. en gender. Dat is <laughs> een nieuw Nederlands woord. Ik heb dit voorbereid. En. het verschil tussen. gender. dat komt uit, uit het Engels, gender. En dat betekende ooit, volgens mij, geslacht. Maar dat uh, is tegenwoordig weer anders. En je geslacht is dan dat wat je bij geboorte hebt gekregen. En je gender, dat is een identiteit die jij binnen het sociaal-culturele gebeuren van de samenleving wil. Dus als jij geboren bent met flaporen en je wil eigenlijk geen flaporen, dan, ja, dan moet je het zelf betalen. Tenzij je heel erg flaporen hebt, dat je er last van kan hebben. Ik denk, als er een beetje tegenwind is en ik moet vaak op de fiets naar mijn werk, dan kan je dat misschien vergoed krijgen via het ziekenfonds. Als jij geboren bent zoals ik met een lengte van 1,80 en een gemiddeld gewichtsding van 63 kilo, en je zou graag een beetje brede schouders willen hebben en omdat uh, uh, je een gewicht hebt van 80 kilo, dat je precies op je body mass index zit, en uh, uh. nou, dan kijken mensen je aan en zeggen we ja, we kunnen je niet helpen. Ja. Maar als jij geboren bent met een penis en je wil liever als een vrouwtje, dus zonder penis, met een vagina en borsten, door het leven, dan kan dat wel, zeggen ze. Maar als je dan gaat kijken naar wat ze eigenlijk doen, dan blijkt het niet te kunnen. Want je kan je als man wel laten ombouwen tot een vrouw. Maar een heel belangrijk ding wat vrouwen in de regel gemiddeld wel kunnen, wat de mannen, in de, wat de mannen niet kunnen, ook no nooit niet kunnen. Maar sommige vrouwen kunnen het ook niet. Maar de meeste vrouwen wel. En dat is, dubbele punt, kinderen baren. Dat kan jij als man nooit. Al laat je je honderd keer opereren, dat kan jij helemaal niet. En het allerbelangrijkste is jouw chromosomie. Wanneer jij een man bent, dan heb je een X-chromosoom en een Y-chromosoom. En ben jij een vrouw, dan heb je twee keer een X-chromosoom. Namelijk een X van je mama en een X van je papa. En als jij een mannetje bent, dan heb je een X van je mama en een Y van je papa. Je kan niet een ei-chromosoom van je moeder hebben, namelijk, want die heeft dat niet. Die heeft alleen maar twee X-chromosomen. En nee, je kan niet in iedere cel van je lichaam uh, die chromosomen, al die X's eraf zagen en vervangen door ijsjes. kan niet. <tie> Sorry, ik verslik me in mijn thee. Maar je kan je wel uh, <tie> cosmetisch laten doen. En dat is dan uh, gedekt binnen het ziekenfondspakket. Weird. Ik vergeet helemaal reclame te maken voor mijn site. Dat heb ik met mezelf beloofd dat ik dat iedere keer doe. Maar op mijn YouTube-kanaal staat een heel groot archief. Daar moet je eens in de rondte kijken. Ik heb daar meer uitzendingen over gemaakt over dit hekele probleem. <coughs> Want we gaan nog verder hoor. Ik ga een mooie brug maken naar communisme en fascisme en andere vormen van walgelijkheid. Kijk, als je het hebt over voortplanten, dat kan ongeslachtelijk of dat kan geslachtelijk. Meer mogelijkheden zijn er niet. Dus als jij dan nou zegt, ja nee, ik heb laatst gelezen, er is nog een derde mogelijkheid. Nou, dan heb jij last van een ernstige geestelijke afwijking en dan moet jij je zo snel mogelijk bellen met 1-1-dinges. 1, -1... Uh, 1, -1 -3 is als je zelfmoordneigingen hebt, maar 114 dan misschien. <laughs> en anders maar gewoon 112. Dan heb je echt een heel groot probleem. En dan zijn er mensen, tegenwoordig, en er zijn er heel erg veel... ...en die zeggen dat het onderscheid tussen mensen die XX hebben... ...en mensen die XI hebben, wat dus nogal strikt is... ...want je bent of XX of XI, Dat dat uh, in de genderdingensbeleving is dat fluïde. als dus je hebt mensen die zijn af en toe... Uh, of gender toch xy. En dan zijn ze weer xx. Of zo. Die mensen zijn gek. Die hebben een geestelijke stoornis. Of. Uh, ja, en dat hoeft niet erg te zijn. Hè? Iemand heeft dat. En als hij er verder geen last van heeft. Nou, ja. Maar ze zijn uh, gek, raar. Ik was, ik was van de week bij het ziekenhuis. Ik moet binnenkort een uh, operatie krijgen. Voor een, een kleinigheid. En ik was bij de pre-operatieve anesthesiologie. De verdovingskliniek. Werd er werden even aan mij uh, ja, gevraagd: van uh, dit en dat, en zo, zo. Het gaat dan wel goed met je en zo. En waar moeten we... Ja, Dan willen ze gewoon weten of ze niet per ongeluk de verkeerde medicatie of verdovingsmiddelen gebruiken. Er werd ook nog tegen mij gezegd... Maar ja, uh, Je moet voor de operatie ervoor zorgen... Dus je mag van tevoren niet eten en dat soort dingen. En twee uur van tevoren mag je ook geen thee drinken en zo. Eh... Um, um, uh. Ik moest mijn baard uh, scheren. En die zei... Oh, hij hoeft er niet helemaal af. Want ik heb zo'n half baardje. Hij hoeft er niet helemaal af. Maar hij moet wel uh, kort. Nou, en die andere was... Uh, ja, geen make-up op. En toen keek die vrouw keek me aan en zei... Ja, dat hoef ik eigenlijk tegen jou niet te zeggen. Nee, natuurlijk niet. Want ik doe geen make-up op. Maar dat moeten die mensen dan kennelijk toch zeggen. Want... Anders zijn ze niet genderneutraal of zo. Van nou, het is een man, dus dan hoef ik dat niet te zeggen. Raar hè? Ze moest er zelf om lachen. Dat is een tamelijk overbodige opmerking. sieraden heb ik ook niet. Waarom? Maar ja, er zijn mannen hoor met een ringetje in een oor. Nou, dan moet dat ringetje uit. Of ringen om mijn vingers. Ja, die, moet, die ring moet af. Tuurlijk, wat is dat nou? Ook bij zo'n kleine geitje. Tuurlijk. Maar wat ik nu las... op internet... is dat minister Ingrid... of Ingrid van Engelshoven... die wil... Een einde aan seksistisch speelgoed. En nou zak me echt de broek. van de kont. De. openingstext luidt: Den Haag-streepje. minister van Engelshoven. En staat achter emancipatie. Ja, ze is van onderwijs, cultuur, wetenschap en emancipatie. Ze heeft echt heel erg veel taken. Namelijk, ze is de baas van onderwijs. Je weet wat dat ministerie, wat erop toeziet dat kinderen van een jaartje of 11 à 12 tegenwoordig echt geen staartdeling meer kunnen maken. Want vroeger was het een heel verschrikkelijk met Nederland. Ja, mensen. Toen konden kinderen van 11 jaar die konden een staartdeling doen. Ah, ah, wat erg. Nou, daar heeft het ministerie van Onderwijs een einde aan gemaakt. Ik noem dat tuig. Huh? Gewoon tuig, dus. De <laughs> minister van Onderwijs is onderdeels de baas van tuig. Dus het is zelf ook tuig. Uh, dat hoort wat beters te doen, natuurlijk. Het is een schande dat ze onze kinderen niet meer leren rekenen. Dan mag je ze aanrekenen. Je mag, minister van Engelshoven, die mag je per morgen, wat mij betreft, gaan. Uh, weet wat? Dat je iemand de hele tijd uh, lastig valt. Altijd op de stoep staat. Zes keer per dag aanbellen. Je het ook weer. Van mij mag het. En haar vragen om een verklaring waarom ze er niks aan doet. Dat ze bij het onderwijs in Nederland de kinderen niet eens leren wat een staartdeling is. Waarom is dat? Waarom kunnen kinderen bij het onderwijs niet meer uit hun hoofd zeggen hoeveel 13 keer 13 is? Waarom is dat? Dat moet zij beantwoorden. Dat moet de minister Ingrid van Engelshoven. Die moet dat gaan beantwoorden. Die moet zich verantwoorden. En die hoort zeggen dat ze enorm berouw heeft, dat ze spijt heeft. En een huilbui nou, staat goed voor de media, hoeft niet. Maar we willen die woorden horen: dat ze berouw toont. Dat ze spijt heeft. En dat ze plaatsmaakt voor iemand met het kaliber van bijvoorbeeld Winkel. Die zou dat nooit van zijn leven toegestaan hebben. Want Winkel is veel moreler dan Ingrid van Engelshoven. En dat ze iemand zoals de moraliteitsgehalte. met het moraliteitsgehalte van iemand zoals Winkel... daar maakt ze plaats voor. En die krijgt voortaan die baan. En die baan daar ben je zo mee klaar. Dat is namelijk dat je tegen alle scholen zegt: uh, als jullie de kinderen afleveren met 11 jaar en ze kunnen niet eens een staardeling doen, dan worden de salarissen teruggevorderd tot op het niveau bijstand. En dat is 922 netto in de maand. Met terugwerkende kracht over de afgelopen periode van 5 jaar. Je zorgt er maar voor dat die kinderen kunnen rekenen, anders ga je betalen, jongen. Wij gaan je niet een, uh, een leraren salaris uitkeren als jij kinderen aflevert die niet eens kunnen rekenen. En als je dat niet kan, moet je dat van tevoren zeggen. En dan weten die ouders dat. Van, nou kindje, je hoeft niet naar school. Waarom niet mama? Nou, ze kunnen je daar niet leren rekenen, dat hebben ze zelf verteld. Afrekenen met die handel. Maar goed, onderwijs, ook nog van cultuur. Nou, uh, cultuur, uh, welke cultuur? En een andere is wetenschap. Uh, hallo, hallo, hallo. En dan de vierde is emancipatie. Ja, 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 ja. Nou goed, minister van Engelshoven, van dat uh, vier disciplines gebeuren. Die roept speelgoedfabrikanten op met uh, speelgoedfabrikanten op om het rolbevestigende speelgoed dat ze produceren onder de loep te nemen. Ook voert van Engelshoven een discussie over stereotypering met de uitgevers van schoolboeken. Ik word hier doodziek van. Kijk, beroepen zoals elektricien, nee, of elektrotechnicus, of. Uh, dat je bij ProRail gaat werken. Als het weer slecht wordt, de herfst treedt in, gladheid, En toestand, allemaal ellende, De temperaturen van min 3, min 5, min 8, min 10 graden Celsius en ijzel. Zeg maar, hè? il pleuroritis breekt uit ons, ja? dan komt ProRail in actie. Nou, uh, je hebt hier in Arnhem een bedrijf en dat heet RRS. Ik denk dat ze niet alleen in Arnhem zitten, maar ze een beetje door heel Gelderland heen. Rio Reinigings Service. Ja. Ik had een jaar, anderhalf jaar geleden het probleem in mijn badkamer. Dus als ik gedoucht had dat dan het water niet wegliep en sterker nog als ik niet gedoucht had dan kwam ik wel en daarna dan zakt het heel langzaam weg hè? Maar soms dan kwam ik in mijn badkamer, stond mijn badkamer blank en dan dreven er stukjes bloemkool in mijn douche. Maar ik eet geen bloemkool. Raar, raar waar komt die bloemkool vandaan? Ja, niet van de benedenbuurvrouw. Dus ik naar de bovenbuurvrouw. En tegen haar gezegd van, uh, jij hebt laatst bloemkool gegeten. Ja, zei ze, dat kan kloppen. Ik zei, ja, die drijven mij in de douche. Ja, zei ze, maar ik heb nergens last van, want bij mij stroomt de douche lekker door. Ja, dat geloof ik graag. Maar bij mij dus niet. Nou, ja, zei die buurvrouw, dat is jouw probleem. Nou, dan heb ik met de RRS gebeld. Nee, ik heb met mijn woningbouwvereniging gebeld. En die zeiden dus van, ja meneer, u bent hier niet voor verzekerd. Uh, we brengen u wel in contact met... En dan kwam er dus iemand van de RRS. En dat moest ik dan contant afrekenen met die. Wat denk je? Vrouw? Denk je nou echt dat er een vrouw komt? Denk je dat nou zelf? Door welke mafketel ben je dat je dat denkt? Denk je nou echt dat als je zo'n situatie hebt... En het, het afwaswater van de bovenbuurvrouw komt in de douche van familie X omhoog. En, en de stukjes uh, tomaat en een wortel en uh, wat was eigenlijk nou? Uh, bloemkool die drijven in de rond in de douche. En dat probleem moet opgelost worden. Denk je nou echt dat er dan een vrouw komt? Denk je dat? Denk je dat echt? Uh, hier in Arnhem, uh, want de RRS die was dan nu bij mij voor een heel relaxed klusje. Maar die jongens, uh, die gaan ook uh, daadwerkelijk de echte riolen in. Elke dag gaan hier in Nederland personen riolen in, eventueel met gasmaskers op, omdat H2S. Uh, Dihydroxysulfide, H2S, dat lijkt op H2O. Het verschil is dat H2S is bij kamertemperatuur een gas is. En het is toxisch. En het ruikt naar rotte eieren. Het vervelende is, los van het feit dat het enorm stinkt, is dat het giftig is. Dus dan moet je met een gasmasker de riolen in. Elke dag gaan hier in Nederland mensen de riolen in. Dan pak ik even de werkroosters van alle rioolreinigingsmaatschappijen hier in Nederland van de afgelopen tien jaar. En dan gaan we even samen tellen hoeveel vrouwen er zijn afgedaald in die riolen. Hoeveel denk jij? Hoeveel procent van die mensen was vrouw? Dan gaan we naar de bedrijven die hier in Nederland de kabels aanleggen voor bijvoorbeeld het internet. En dan moet je daadwerkelijk midden in de stad moet je stoepen opbreken, allerlei mensen gaan lopen, ja, we klagen natuurlijk. Nee, moet lanken, wat Is dit nou? In weer en wind moeten al die tegels moeten eruit. Dan moet je zo'n uh, sleuvengraafmachine moet je opstellen. Die moet s'morgens vroeg aangereden worden. Oh, die mensen die beginnen om zeven morgens, by the way. En ze werken door het hele land heen. Dat is nou typisch een job waarbij je moet reizen voor je werk. Nou, hoeveel van de internetkabels die hier in Nederland de afgelopen jaren zijn getrokken... zijn de gleuven gegraven door vrouwen? Ja, geloof je nou echt dat er vrouwen tussen zaten? En denk je echt dat 30% was vrouw? En dat het stijgende is? Want dat zou 50% moeten zijn natuurlijk. Denk je dat? Dan ben je gek? Ik wil mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus. Maar jij komt van de planeet Anus. Denk ik dan? Vlak bij uh, de, de, de sluitspiernevel. Je weet toch wel, het, uh, dat, dat strontwegstelsel? Nee, gek. En die beroepen die ik net opdreunde. Nou, dat zijn hele belangrijke beroepen. Die kan je niet uitschakelen. Neem de visserij. Dan kan jij zeggen, ja, ik ben vegan en ik eet geen vis. Nee, dat is wel leuk voor jou. Heel veel mensen eten wel degelijk vis. Nou, die vis moet gevangen worden. Elke dag gaan er in Nederland mensen op de boot naar de Noordzee. En die doen daar relatief gevaarlijk werk. Je moet echt mee oppassen, zeker als je storm krijgt. Nou, hoeveel procent is vrouw? 50%. Geloof je dat? Dan ben je toch, als je dat denkt, dan ben je toch gek? En die minister Ingrid van Engelshoven, die wil dat gaan doorbreken? Heeft zij wel gesprek gehad met haar achterban en daarvan de Gleufbrigade? Van ik ga ervoor zorgen dat jullie net zulke uh, van die gevaarlijke beroepen. Zoals bouwvakker en uh, booreilanden. En op schepen om de haring te vangen. Daar gaan jullie allemaal werken. En, uh, en die mannen die gaan dan. Uh, jullie, uh, jullie zijn toch vaak HR-manager. En dan zit je op kantoor achter de telefoon. Nou, dat gaan mannetjes lekker doen. En jullie gaan fijntjes iedere ochtend om uh, half zes je bed uit. En je melden bij de, de KW 157. Om 200 keer per jaar uit te varen. Goed begrepen? Denk je dat die vrouwen dat willen? Nee, natuurlijk niet. Denk je dat die vrouwen willen werken bij de rio-reinigingsservice? Nee, natuurlijk niet. Ik sprak laatst een leuke vrouw en die werkte bij de plansoenendienst van Arnhem. Ik zei: Oh, wat leuk. Nou zei ze: Ik doe de planning. <laughs> Maar ze werkte bij de plantsoenendienst. Voor de planning natuurlijk. Denk je dat die vrouw zelf wil gaan schoffelen? Nee, natuurlijk niet. Daar zit zij niet op te wachten. Ze heeft het misschien wel een tijdje gedaan hoor. Dat weet ik niet. Dat is best een aardig iemand. En dat lijkt me ook iemand die daar niet haar neus voor ophaalt. Maar zij doet niet schoffelen. Bij hem af. Zij zit achter de telefoon met een spreadsheet. En dat wil minister Ingrid van Engelshoven gaan opheffen. Daar is er dan... Hè? En natuurlijk niet. Want zij is dan van emancipatie. Ja, maar die mannen blijven wel al die vieze baantjes doen. En die gevaarlijke, het gevaarlijke werk en het smerige werk... dat laten we nog steeds van A.O.C.R. de mannen doen. Want daar zijn die mannen goed genoeg voor. Ga toch weg. Niet jij, maar minister van Engels over. Al die, die mensen van de emancipatie die moeten zich een keer gaan verantwoorden. Van waar heb je het nou over? Ik zag een filmpje op YouTube van een Command Executive Officer, een CEO, een algemeen directeur van een Amerikaanse softwarefirma. Die persoon was zelf een vrouw. En die zei: Ik heb het geprobeerd met vrouwen als programmeurs. Ik doe het niet meer. Want ja, ik weet niet of je het programmeursvak kent, maar in de ICT komt het nogal eens voor dat deadlines uh, uh, niet gehaald worden en dat dat pas duidelijk wordt uh, twee uur voor de, voor de deadline. Dat komt voor. En dat is, dat is eerder uh, regel dan uitzondering. En dat komt omdat het. Ja, ze zeggen in het Engels wel eens, de duivel zit in de details. In het Nederlands zeggen wij, het zijn de kleine dingen die het doen. En een klein dingetje blijkt twee uur voor de oplevering. De contractueel afgesproken oplevering. Komt er een klein dingetje omhoog. En dan is er iemand en die zakt achterover en die kijkt naar de kleine dingetje. En die kijkt vervolgens op de klok... En die gaat vervolgens naar de koffieautomaat. En die mikt even twee bakken sterke koffie in zijn meuk. En dan gaat hij naar zijn collega's toe. En dan zegt hij: uh, Houston, we have got a problem. En dan zeggen mensen zo: Oh, zo. Uh, ik ben bijna klaar hoor. Want uh, over twee uur gaan we opleveren. En de uh, deadline gehaald. Dat dacht ik even. En dat iemand dan zegt: Nee, dat is. Uh, uh, in de sectie I13. Uh, daar is een index. Uh, niet een veelvoud van 28, wat we afgesproken hebben. Maar een veelvoud van 38. En nou past die niet in de EPROM. Ik zeg maar even wat hoor. Ik flap het zomaar even uit mijn mouw. Dan moet je niet denken dat het waar is. Maar zoiets dus. Ja. En dan kan je zeggen: ja, we maken er uit. Een veelvoud van 28 of een veelvoud van 38, dat scheelt toch helemaal niet? Jawel, dat scheelt wel. Een heel klein beetje maar, maar dat kan echt het verschil zijn tussen passen of niet passen. En aangezien dat soort eigenschappen van software. bij een beetje softwareproject heb je er rustig uh, 60.000. <laughs> dat hoor je goed. Hele grote aantallen, die heb je zo gecheckt. Zit allemaal Per honderden keur je ze goed. Maar er zijn er duizenden, tienduizenden. En er zit ook met één keer tussen te zitten die niet klopt. Nou, dan en, 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 komt zoiets uh, twee uur voor de deadline, uh, komt dat omhoog? Nou, zei die directeur van die softwaremaatschappij, dan er, uh, gaan er allerlei medewerkers die gaan bellen en die bellen met het thuisfront en zeggen van: Nou, ik heb een probleem op mijn werk en ik kan echt niet weg. En dan wordt er doorgewerkt. Desnoods tot de volgende ochtend. Ja, zei ze. Alleen door de mannen. En nee, dan gaat het niet om alleenstaande moeders. met twee bloedjes van kinderen. die de kinderen van het dagverblijf moeten halen. Alhoewel je dat ook mee moet tellen, natuurlijk. Nee, dan gaat het ook rustig om. Uh, uh, singles. Om alleenstaande vrouwen. Maar die hebben thuis een poes. En die moeten terecht naar huis hoor. Nee, ik ga mijn poes niet uh, laten zitten. Was dus die vrouwelijke directeur van die softwarefirma, die zei, ik heb er schoon genoeg van. En ik neem geen vrouwen meer aan als programmeur. Door receptionisten, telefonisten, dat maakt me niet uit. Schoonmaken, dat maakt me niet uit. Koffie inschenken bij vergaderingen, dat maakt me niet uit. Maar niet meer uh, achter de toetsen worden. Alleen maar mannekes. Kijk, zo'n minister van Engelsoven. die zou die casussen. of casie moet je dan denk ik zeggen. eens moeten pakken. en dan kijken wat daar de oorzaak van is. en dan naar die vrouwen toe stappen. en tegen die vrouwen zeggen. dames, dit kan niet langer zo. Als je werkt in de software en een twee uur voor tijd wordt er een deadline... Uh, ...wordt duidelijk dat die niet gehaald gaat worden. Dan werk je ook maar door tot de volgende ochtend. Heb Hele goed begrepen? Dit is minister Ingrid van Engelshoven. En dat zij dan ook zegt tegen de dames van dames, ik ga de komende tijd ga ik de sollicitatieregisters in de gaten houden. En ik wil dat het aantal sollicitanten bij de Rio Reinigingsservice, want die hebben weer een aantal vacatures uitstaan. Ik wil toch echt de komende maand, wil ik dat 60% van de sollicitanten dat het vrouwen zijn. En zorg er maar voor, anders ga ik jullie korten op jullie uitkeringen. Kijk, dan ben je emancipatoire bezig. Emancipatoir bezig. Hoe moet je zeggen, Emancipatoir. Maar pak het daaraan. Nee, Ingrid van Engelshoven gaat, lopen zeuren over speelgoed. En dan stereotypering uh, met de, de uitgevers van schoolboeken. Dat is een onzin. En dan terug naar de seksen en gender. Ja, mijn vader, die werd door zijn vader, mijn opa, naar de Hogere Burgerschool gestuurd, de HBS. Daar kreeg hij wiskunde en daar snapte hij helemaal niks van. Een a kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat, dat zei hem echt geen donder. Ik denk dat dat kwam omdat het hem niet goed werd uitgelegd. Ja. Want later kon hij mij wel vertellen uh, dat je een cake bakt met uh, 50 gram boter, 50 gram eieren en 50 gram bloem. En een ei is 25 gram. Dus een cake is het 50, 50, 50 of 100, 100, 100. Met andere woorden, als je A noemt het aantal grammen aan boter, B is het aantal grammen aan eieren en C het aantal grammen aan. Zei ik, bloem. Nou, dus het recept voor een cake is dan A is B is C. <laughs> en dan maakt het niet uit. Hè? Als ze maar allemaal gelijk zijn. Maar goed, het werd hem niet goed uitgelegd. Denk ik. En hij snapte er ook helemaal niks van. Toen is hij van de HBS afgegaan en toen is hij naar de kokschool gegaan. Nou, mijn opa, zijn vader, die vond het maar helemaal niks. Die begreep dat niet. En die vond het maar, uh, ja, uh, hij noemde het vrouwenwerk, meisjeswerk. Dat, dat ga je toch niet van de school koken, dat doen vrouwen. Hè? Waarbij mijn opa niet begreep dat mijn vader leerde van de Franse keuken. Ja, dat doen vrouwen niet hoor. Echt niet. In de Franse keuken, hè, waar mijn vader dus werkte. En mijn vader verdiende veel geld. Die verdiende 3000 gulden in de maand. Hè? Ja, ja, dat is een leuk bedrag in die dagen hoor. Dan heb je het over de jaren 70, hè? Jaren 60, jaren 70. Ja, hij had... als onder de collega's, was er geen enkele vrouw. Allemaal mannen. En mijn vader die werkte in Tushinsky. Ja, nee, dat zeg ik wel in Krasnopolsky. Dat is ook zo'n Russische naam. Krasnopolsky, Paleis -t -t Dam Amstel Hotel, Oesterbar. Uh, ja, allemaal de grote namen van Amsterdam en omgeving. Veel geld verdienen, en excuusere uh, gerechten maken. Mijn opa die begreep dat niet en die zette dat weg dat gedoe van mijn vader als vrouwenwerk. Maar mijn vader trok zich daar niks van aan, want hij wilde dat vak leren en dat vond hij leuk. Hij had er schik in. En, ja dat was het dan. Hij had ook heel veel plezier in koken. Dat vond hij hartstikke leuk. Ik ook. Misschien wel door mijn vader, weet ik niet. Maar ik vind koken heel erg leuk. Nou, mijn vader liet het er ook niet de les lezen door zijn vader. En dan kon zijn vader wel vinden dat mijn vader dat niet moest doen. En dat mijn vader toch naar de HBS moest. Maar mijn vader als fietser, Nou, dat wil ik niet. Ik wil gewoon gaan koken, punt. En dan vindt mijn vader maar dat ik uh, werk doe, of vrouwenwerk of whatever. Dat is dan maar mijn lot. Maar ik word kok. Dat heeft hij gedaan ook. Wat loopt zo'n minister dan te zeuren? Ja, over de, die, die bevesten? Oh jee, ze had het rolbevestigend speelgoed. Wat, wat, wat eikel je nou? Ah, pannetjes voor meisjes, ja waarom niet? Dan mogen die jongetjes er ook mee spelen? Door mijn kind. Hij weet ik ook nog wel van. Mijn kind moest aan de fiets, was, was het kinderfietsje met zijwieltjes helemaal ontgroeid en ik vond dat ze toe was aan een echte fiets. En toen zei ik tegen haar van nou, en wat ik wil dat jij hier neemt, dat is een, een fietsfiets en niet een meisjesfiets. Want er wordt gezegd dat je meisjesfietsen hebt en jongensfietsen, maar dat is niet zo. Je hebt fietsen en je hebt fietsen die zijn aangepast voor meisjes. Snap je het nog een keer? He? Er bestaat niet zoiets als een jongensfiets. Want die stang die van je, sta van je zadel naar je stuur loopt. die zit daar niet als uh, schijnpiemel. Nee, die zit er voor de stevigheid. Er zijn bepaalde modellen van fietsen. die worden alleen maar geleverd. Uh, met zo'n stang. Dat weet ik, heel toevallig. Want, uh, ik heb een fietsenmaker als vriend. En ik vroeg nog aan hem, want mijn dochter die wilde zo'n soort fiets, maar dan zonder zo'n stang die van je zadel naar het stuur loopt. En dan zei hij van ja, dat hebben ze geprobeerd met dit type, maar uh, die kregen ze niet stabiel. Dus de, die fiets uh, die werd uh, zwieberig. Die, ja, die, die ging kapot. Er kwamen allemaal gesodemieter mee. Dus daar zijn ze mee gestopt. Dus tegen mijn dochter zei ik ook, je krijgt geen meisjesfiets, je krijgt een fiets. Gewoon een fiets zoals een fiets bedoeld is. Nou, daar had ze dan die fiets, was ze hartstikke blij mee, want mijn dochter die begreep dat op een of andere reden. En zij draagt helemaal geen rokjes toestanden, maar af en toe heeft ze wel een keer wat aan. Maar... Nou, heel weinig, heel, heel weinig, hè. Dus die stapte makkelijk op zo'n uh, gewone fiets. En dan zijn buurvrouw. Dat, uh, is een buurvrouw? Oh, helemaal nul. Dat Met een jongensfiets. Je trut. Hou je mond. En dat is dan ook weer een vrouw die zoiets zegt. Hey, ik vind het erg, hoor. En dan die mensen die dus zeggen van, nou, ik, ik heb een penis en alles, maar eigenlijk wil ik uh, eruit zien als een vrouw. Maar die zijn ziek. Ze zijn ziek door zijn oren. Ja. Dan ben je raar. Want dat, dat hoort helemaal niet. En ik heb een, een arts een heel betoog horen houden. Dat was een Amerikaan. En, en die zei van, ja, je hebt dus die mensen met die afwijking. En ze hebben een penis en, en testicles en, en X-I-chromosomen. Het zijn mannen, Dat zijn geen hermaphrodieten. Want die heb je ook nog, dan heb je een soort halve vorm ertussen. Maar ja, dat komt er heel weinig voor. Dan ben, je bij, dan ben je mismaakt geboren. Dat kan ook. Maar dat komt heel weinig voor. En die psychiater, die zei. Van, ja, dat, die mensen die dus zich voelen dat ze eigenlijk vrouw zijn. Dat zijn ze dan van mening? En die zei: Ja, die, ja, die, die kunnen behandeld worden. Sterker nog, hij zei: Die moet je behandelen. Dan moet je mee gaan praten. En ja, dan komt het uh, beroemde serie'tje komt naar voren. Het begint dan altijd met. Uh, vertel eens wat over je jeugd. Hoe was de relatie met je moeder? Hoe zou je de relatie met je vader typeren? Hoe zou je de relatie met je vader typeren ten opzichte van de relatie met je moeder? En hoe zou je het vice versa typeren? En hoe was de relatie met je broertjes of zusjes? En waren die jonger dan jij of waren die ouder dan jij? Kortom, vertel eens wat over je jeugd. Kijk, een baby heeft geen seksen. Die is er niet bewust van mannetje of vrouwtje. Waarom? Dat komt langzamerhand op gang. En de mens hoort tevreden te zijn met het lichaam wat hij heeft, tot op zekere hoogte dan. Je mag natuurlijk wel willen dat je, weet ik veel, dan word je bodybuilder. Dan ben je niet tevreden over je lichaam en dan ga je elke week naar de sportschool of twee keer een week, drie keer in een week en, en dan ga je Arnold Schwarzenegger spieren maken ofzo. He, tot op zekere hoogte is een bepaalde ontevredenheid met het menselijk lichaam niet erg. Dat is geen ziekte. Maar het moet wel uh, gezellig en leuk blijven. En soms gaat dat hartstikke ver: dat mensen hun lichaam gaan veranderen omdat ze er kennelijk niet tevreden mee zijn. Uh, die psychiater, psycholoog, orts, arts, uh, dingen. En zijn patiëntengroep betrof dus specifiek die transgenderfiguren. En hij zei dat hij... Dat hij bereid is om uiteindelijk in te grijpen. En dan met, ja, met een operatie. Een snijden met een mes, een verdoving en alles. En dan gaan we dat maar doen. Omdat hij zei dat er gevallen zijn waarbij die... Geestelijke mismaaktheid. Dus die geestelijke beperking die, ze, die die mensen hebben. die zit er zo diep in. En die mensen zijn zo diep getraumatiseerd ongelukkig. Dat hij zei: het is onmenselijk om ze niet te opereren. En in die gevallen, daarvan zegt hij: ja, die moet je dan maar, maar opereren. Dan, dan hebben ze nog iets van leven. Niet dat ze er echt gelukkig van gaan worden. Want ze zijn dan straks geopereerd. En iedereen noemt uh, dan zo iemand Henny. in plaats van Henk. Maar dat is het dan ook. Ze komen er alleen maar achter. dat ze niet echt een vrouw zijn. Punt. Ze zullen nooit een vrouw worden. En trouwens. Ja. Kijk je naar het, het verschil tussen mannen en vrouwen, dan is dat heel erg groot als de mens een jaartje of twintig is. En dan vrouwen in volle naaten met make-up en uh, dingetjes in hun haar. En, nou, je kent het allemaal wel. En zo giechelen in de hoek van het café. En wiii, of zo. Maar kijk je naar zo'nzelfde persoon dertig jaar later. Ja, dan is het haar is dun geworden. En dan zie je het aantal sieraden teruglopen. En dan hebben ze ook niet meer die make-up op. Soms zelfs helemaal niet meer. Ze dragen ook geen hoge hakken meer. Maar een gezonde schoen. Met de nadruk op gezond. Dat ze lekker kunnen wandelen. Ze hebben een beetje last inmiddels van, uh, nou je kent het wel, de ouderdomskwaaltjes. Dus op latere leeftijd, het verschil tussen man en vrouwen, dat is er helemaal niet. Ja, behalve dat vrouwen in de regel meer kwaaltjes hebben. Maar die vrouwenkwaaltjes, die krijg je dus niet, zelfs transgender. Of, nou ja, je moet last krijgen van je geopereerde delen. Dat kan natuurlijk heel vervelend uitpakken. Die Amerikaanse psychiater die was er fel op tegen om mensen die bij een arts komen en dan zeggen dat ze liever als vrouw door het leven gaan, om die na een paar gesprekken door te sturen naar een uh, sex-change-operatie-afdeling. Uh, dat ze een geslachtsverandering ondergaan. Hij zei: dat moet je helemaal niet doen. Die mensen kunnen daar diep en diep ongelukkig van worden. Want soms is het geestelijke probleem te repareren. Of beter gezegd, in ja, meer dan de helft van de gevallen. Dat was zijn ervaring. Er waren enkele gevallen waarin hij dan vond van nou, toch maar gaan opereren. Enkele gevallen. En de rest helemaal niet. werd niet geopereerd. Ja, iemand kan toch ook uh, zich aankleden als een vrouw en, en zo er maar door het leven gaan, terwijl ze wel een penis hebben. Ja, nou, het is maar wat. En zo'n minister van Engelshoven, die bemoeit zich met deze materie. En waarom eigenlijk? Voor mij hoeft het niet. Ik zou liever willen dat de overheid zich concentreert op haar uh, primaire taken. En dat is het uh, handhaven van de wet. Dat is eigenlijk het aller, allerbelangrijkste. Uh, cultuur, niet belangrijk. Onderwijs, niet belangrijk. Allemaal dingen die ja, nul en geen allerlei waarde zijn. En dan heb je nog zoiets als bijstand. Zorg voor de zwakkeren. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk dat dat er is. Maar of de overheid dat moet doen. Ik zou er al heel blij mee zijn als de overheid uitsluitend een. Van de belastingopbrengsten een, een klein deel overmaakt naar een soort Giro 555. En die wordt vervolgens beheerd door de burgerij. Met een open bestuurlijk systeem. Zoiets. En dat weghalen bij de overheid. Ik vind onze overheid uitgegroeid tot een, ja, een monstreuze organisatie. Dat vind ik het. Gewoon niet meer leuk. Niet meer hier jappig. En die bemoeien zich dan met dit soort futiliteiten. En in Frankrijk gaan ze er ook al mee aan de slag. De, daar mag je in speelgoedwinkels niet meer voortaan een jongensafdeling hebben en een meisjesafdeling. Onzin. En speelgoedfabrikanten moeten zich afvragen of hun waar stereotypen over jongens en meisjes niet in de hand werkt. Ja, terug naar die voorbeelden over de rioolreinigingsservice en de boortorens en elektrotechniek en hè? de kabelgravers. Ja, dat zijn er allemaal mannen. Komt dat door het speelgoed? Natuurlijk niet vrouwen hebben helemaal geen zin in dat soort werk. En dan staat hier dan <laughs> een hele maffe. De minister doet de oproep omdat ze vreest dat meisjes wordt bijgebracht, dat zij niet in de wieg zijn gelegd voor bijvoorbeeld, en dan komt die, sport, spel en avontuur. Moet je even onthouden, sport Spel en avontuur. Dat is vrije tijd. Huh? Ja. En jongens, dat. Uh, en aan de jongenskant: dat. de zorg en het huishouden. niets voor hen zijn. Maar dat is werk. Dus. Zij is bang. dat meisjes. Niet genoeg wordt verteld. dat ze vrije tijdsdingen mogen doen. en dat jongens. te weinig verteld krijgen. dat ze moeten werken. Wat je? Dus aan de ene kant de meisjes. die moet je echt vertellen. nou, sportspel en avontuur. nou, dus ook voor jou hoor. En tegen de jongens moet je zeggen. ja, je werk doen hè. Goed begrepen. Want de zorg. Als werk. Namelijk, ik werk momenteel in de zorg. Toiletten schoonmaken, gangen dweilen, wasmachines laten draaien. Als werk. Huishoudelijk werk is werk. Ja, ja. Dus de meisjes die moeten uh, vrije tijd krijgen en de jongens moeten aan het werk. Ja, 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 ja. En dat noemen we dan emancipatie. Nou, ik kan er ook een enorme scheldpartij over gaan beginnen nu, hoor. Doe ik niet. En dan zijn er dan van de PVV, die schampert erover. Nou, dat is mooi. En het Forum voor Democratie... Die heeft iemand, Annabel Nanninga, en die spreekt van futiliteit en betutteling. Nou, daar heeft ze gelijk in. Maar dan zegt ze heel vreemd, gezegend het land waar de minister van Onderwijs zich met deze flauwe kul kan bezighouden. En dat ben ik niet met Annabel Nanninga eens. Vervloekt is het land waar de overheid zich bezighoudt met flauwe kul. Vervloekt is het land waar de overheid zich bezighoudt met flauwekul. Annamel Nanninga snapt niet het gevaar wat hier op de loer ligt. Ter afsluiting: er zijn twee vormen van woordplanting: namelijk ongeslachtelijk, zoals de bladluis. En geslachtelijk. Dat werkt met mannetjes en vrouwtjes. Zo is het. Zo is het nu. Zo was het in de geschiedenis. Zo was het al in de prehistorie. Zo was het al voor het geschreven woord. En zo zal het morgen zijn en in de verre toekomst. En dat je mensen hebt die, uh, alhoewel ze een penis in hun broek hebben, uh, hun nagels willen lakken, uh, met juwelen willen lopen, en ach, willen zeggen, en dan een beetje raar doen. En oh, ik voel me zo ontzettend in mijn nopjes vandaag, zeg. En ja, die mensen zijn gek. Nu hoef je niet van een toren af te donderen, maar ze zijn raar. Zullen ze doen maf was is geen norm. En nee, ik ben niet ouderwets. Helemaal niet. Hoe kom je erbij? En er zijn heel veel mensen. en die hebben een jeugdtrauma. En. Ja. Daar kan ik niks aan doen. Door mijn kind. Hij heeft ook een jeugdtrauma. En reken maar dat die. In haar verdere leven. Uh, ja. Die gaat de gevolgen daarvan merken. En haar omgeving ook. Want dat jeugdtrauma. dat zij zo heeft opgelopen. niet door mij natuurlijk. Viespeuk dat je dat denkt. Ik stond er tandenknoutsend bij terwijl ik er niks aan kon doen. Dat heeft mij nog een trauma opgeleverd ook. Ja. Het was die moeder die dat deed. En die moeder had een jeugdtrauma. Dus een moeder met een jeugdtrauma. zorgt ervoor dat haar eigen kind ook een jeugdtrauma krijgt. Ja, zo gaan we lekker door, hè. En dat is onze samenleving. En daar mag Ingrid van Engelshoven zich druk over gaan maken. Want waarom, in het geval van uh, Perry met zijn kind. moest hij dat kind afstaan aan die vrouw die dat kind verwaarloosde en mishandelde? Waarom heeft Perry niet de. De voogdij gekregen over dat mishandelde meisje. Dat mag Ingrid van Engelshoven met haar emancipatiewerk zich gaan afvragen. En schrijf daar dan eens een motie over. Dan kan ze nog iets van haar achting in mijn ogen herwinnen. Maar op dit moment heb ik alleen maar, als ik aan haar denk, en ik zie dat verschrikkelijke hoofd van haar. Dat ik zie een verschrikkelijk hoofd. En dan is er ook nog partijvoorzitter geweest van de partij met de D van dood. 66. Met die uh, Nederland kapotmaker Jan Terlouw. En die andere vent. Die ik laatst heb afgezabeld. Die dan vindt dat uh, er mogen geen woningen bij komen. Vanwege de stikstofoxide. Nee, dan mogen wel allemaal uh, mensen van buiten naar binnen die hier helemaal niet thuis horen. Vanuit Syrië komen ze nog steeds hier naar binnen. Terwijl Assad uh, zit al uh, weer gewoon vrolijk buiten. En, uh, er is niks aan de hand. ISIS is overwonnen. De rust is er wedergekeerd. Nee, maar de Syriërs komen nog wel. Maar we mogen geen woningen bijbouwen. ...van D66... ...D66 vind ik het meest verschrikkelijke... ...politieke apparaat dat er is... ...en iedereen van die partij... ...en iedereen die erop stemt... ...die moet zich diep, diep, diep schamen... ...dat ik het gezegd heb... ...ik denk dat ik nog wel vaker ga beginnen... ...over dood 66... ...over dat dat inderdaad de dood is... ...en die D... Die hebben ze goed gekozen... ...bah... ...wat een stelletje tuig is dat... Nederland een beetje kapot maken. Wat denken ze wel niet? Ja, het is wel zo dat wij hebben het recht op zelfverdediging hè? Ja. En wat mag je doen? Wat mag je iemand aandoen als je weet dat die persoon bezig is om jou en je nageslacht kapot te maken? Wat, wat heb je dan voor middelen? Wat mag je doen? Je mag natuurlijk zeggen, zoals ik nu door de microfoon, dat D66 dat doet. Maar wat nou als dat niet helpt? Wat nou als iemand als Ingrid van Engelshoven zich een krik lacht? En gewoon lekker doorgaat? Wat, moet je, wat mag je dan doen? Ja. Ja. Wat is toegestaan? Mogen er stoelen worden verplaatst? Jazeker. Mogen de tafels worden gekeerd? Jazeker. Mag een stem verheft worden? Jazeker. En dan heb ik het over hele kleine stapjes. Ja. De volgende stap is. Uh, ja, mag dat? Ja. Ga maar nadenken over wat de volgende stappen zijn. Als de politici niet willen luisteren. Ja, het spreekwoord is toch: en wie niet luisteren wil, die moet maar voelen. Maar komen wij tot dat besef? Want die indruk heb ik niet. Mijn indruk is dat wij het allemaal wel best vinden en we vinden het nog grappig ook. Ja, maar die Ingrid van Engelshoven, die heeft toch wel het D66 weer helemaal op de kaart gezet, hoor. Ik vind het toch wel een toonbeeld van een sterke vrouw. Ja. Mag ik een tijltje om te braken, of zal ik braken in je mond? Ach ja. Nou ja, ze hadden wel tijdens het doorgaan, deze onzin. Maar dat je even weet dat er grenzen zijn. En Ingrid van over die. Uh... Ja, die gaat er overheen. Die bemoeit zich met zaken waar zij zich niet mee heeft te bemoeien. En zeer zeker niet op die manier. En dat vrouwen niet willen werken bij de RRS, dat maakt mij namelijk helemaal geen donder uit. Toen die man hier binnenkwam, met zo'n trilslang had hij bij zich. En ik kwam zo mijn kamer binnen en zei. Ja, heb jij uh, een uh, bij je? Uh, bij, hier in de woning, want uh, die had hij niet bij zich. Toen dacht ik nog wel van, heb je dat niet eens bij je? Maar daar heb ik niks van gezegd. Ik was al lang blij dat hij er was. En hij zo... Dru, 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 dru. En dan zei hij, nou, hij doet het weer hoor. Zijn mooi zo. En er is een heel handig online pinapparaatje app bij hem. 75 euro. Hoppakee. En ik was weer helemaal de bink. Maakt het mij uit dat het geen vrouw was die dat deed? Nee joh. Tuurlijk niet. Het gaat mij om de geleverde dienst. En niet te duur. Dat is inclusief voorrijkosten. Dus daar hoor je mij niet over zeuren. dan zeg ik op zijn hamburgers: tjus en dag lieverds.